Het thema van mijn werken waar ik uit vertrokken ben, is altijd de blik, het kijken. En ik heb vroeger een reeks portretten gedaan, vooral met de blik die mij fascineerde. En dit blijft ook voortkomen in deze tentoonstelling, de blik in het park, ontmoetingen. Hoe kijkt men naar elkaar? Hoe kijkt men weg van elkaar? Hoe taxeert men elkaar? Dat blijft een belangrijk thema. Ik ben altijd creatief bezig geweest, als heel klein. Ik heb nog beeldhouwen gedaan. Van beeldhouwen ben ik naar tekenen gegaan en van tekenen ben ik verder gaan vervolmaken eigenlijk in de schilderkunst. Kleurrijk is nieuw. Het donkere is van vroeger. Vroeger maakte ik koppen. Blikken, de ogen en de rest verdween naar de achtergrond. Het verduisterde wat, om de blik wat naar voren te trekken. Nu ben ik begonnen hier met rond het park te werken ook, meer in een decor te zetten. Dat het een soort entourage ingekaderd werd bijna in de omgeving. Dat was de bedoeling. En vandaar ook meer kleur. Het boeiende vind ik de omgeving mee, meer betrekken, bezig blijven met figuren, contacten. Het heeft een beetje te maken met ontmoetingen, contact, communicatie. Ik heb vroeger altijd als therapeute gewerkt en dat blijft een thema in mijn leven. De blik, de angst of het ontmoeten van het vertrouwen. Ik heb vertrouwen in u. En dat gaat thema blijven en kleur, dat gaat de hoofdtoon worden. Dit is op canvasdoek, reclamedoeken die gebruikt werden in drukkerijen om reclame aan huizen of panelen te zetten. Dat is afval en ik heb geschilderd op de achterkant. En dat heeft dezelfde textuur als een canvas. En van die grote ook. Niet met de fijne borstel, met de grote borstel. MUZIEK